Terwijl veel Nederlanders volop genieten van de zomer, is het voor veel ouderen stil in huis. 700.000 van hen zeggen zich wel eens eenzaam te voelen in de zomer. En het is daarmee de eenzaamste periode van het jaar voor hen. Stichting Met Je Hart start daarom een campagne om die zomereenzaamheid tegen te gaan. Ik weet dat steeds meer mensen om mij heen hier in de buurt eenzaam worden. Gewoon af en toe langskomen en even vragen hoe het met ze gaat. Of even bellen. Dat vindt mijn oma heel fijn. Als ik één keer in twee weken gewoon naar haar even bel. Ik heb het zelf op Koninginnedag gemerkt. Toen was ik voor het eerst, omdat het toen ook lekker weer was, was ik echt even buiten tussen allemaal feestende mensen. En opeens voelde ik me op een bepaalde manier eenzaam. Ja, het is ook natuurlijk heel triest. Ik kan me voorstellen, als je zo in je eentje bent en je ziet allerlei mensen vrolijk in de parken en op terrassen. En dan schuifel jij met je rollator toch een beetje langs. Dat is een droevig beeld. Dus hoe meer vrolijke, goed geklede mensen buiten zijn, hoe meer dat monstertje als het ware even naar boven komt borrelen. Nou, is dat nou heel herkenbaar zoals die man het omschrijft? Ja. Ja, eigenlijk zegt hij het heel mooi. Zoals velen het voelen inderdaad in de zomer. En daarbuiten, maar de zomer is een extra lange periode, dat er weinig te doen is voor hen. Ja, het is dan wel heel pijnlijk, want ik denk dat heel veel mensen in Nederland die kijken altijd uit naar de zomer. Ja. En de zon schijnt op je huid en dan voel je helemaal lekker, maar dat is dus niet voor iedereen zo. Sterker nog, meer dan de helft van de 75-plussers die zegt zich dan wel eens eenzaam te voelen. Dat is heel veel. Heel veel. Hoe kan het dat dat zo'n grote groep is? Ik denk dat een van de dingen is dat mensen steeds langer thuis wonen. Ze moeten steeds alles zelfstandig blijven doen. Wat op zich heel fijn is om dat te blijven doen. Maar als je beperkingen krijgt, mentale problemen of fysieke dingen, dan wordt het steeds lastiger. Waardoor je ook meer aan huis gekluisterd bent en dus veel minder kan doen. Ook vervoer, hè? De schoonmoeder van bijna 93 is hier van ja, als je niet meer auto kan rijden, niet meer kan fietsen, dan ben je ook vaak opgesloten. Het zijn heel veel leuke dingen, maar hoe kom je daar? Ja, hoe kom je daar? Dat is het probleem. Dat nemen wij weg als stichting. Hoe nemen jullie dat dan, hè? Wij halen de ouderen op en we brengen ze altijd weer thuis. Dus wij zorgen voor een gezellige middag, maar ook dat ze niet zich zorgen hoeven te maken over hoe ze er komen. Want dat is eigenlijk ook een groot probleem voor velen die geen auto meer hebben of niet meer kunnen fietsen of moeilijk lopen. Ja. En die stichting start dan een campagne. Wat hopen jullie daarmee te bereiken? Nou, het is eigenlijk echt een bewustwordingscampagne. Dat mensen weten, zich bewust van zijn dat er heel veel mensen alleen thuis zijn. Die niet op vakantie gaan, familie die weggaat, vrienden, sociaal netwerk die al vaak klein is. Dat allemaal wegvalt. En hopend dat mensen eens om zich heen kijken. En het kan heel klein, bij een buurman, buurvrouw, in de supermarkt een keer een praatje maken. Een kaartje sturen vanaf je vakantieadres. Een kop thee drinken. Het is eigenlijk heel simpel. Of neem ze mee naar iets. Een musical vinden ze bewijzen van heel leuk. Daar is vast nog wel een keer een stoeltje vrij. Of wat je net zei, in een zwembad een keer. Gewoon, of een barbecue. Neem ze mee, zet ze erbij. Laat ze erbij horen, want dat is eigenlijk wat ze niet meer hebben. En hoe herken je dan dat iemand echt een eenzame ouder is? Want ik kan me ook voorstellen, sommige mensen zitten er helemaal niet op te wachten. En dan ga je ze overal voor uitnodigen. Dan denk je, dan komt die buurvrouw weer. Ja. Nou, ik denk door corona is het wel bespreekbaarder geworden. Dat mensen makkelijker kunnen zeggen dat ze gevoelens van eenzaamheid hebben. Wij werken veel met de zorg, thuiszorg, welzijnsorganisaties samen die ook echt zicht hebben op de ouderen achter de voordeur die wij niet zien. Mm-hmm. Wij zien hun echt via de zorg en de welzijnsorganisatie, ja. Kinderen. En dan als je met ze praat, vertellen ze ook hun gevoelens. Ja. En, ik denk ook wel echt door pandemie echt eenzaamheid als begrip gewoon heel duidelijk is geworden. Ja. Ook als overheid zetten we breed in om eenzaamheid aan te pakken, ja, op allerlei plekken voor maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Ja. Want het zijn ouderen, maar ook jongeren. We hebben gewoon bij studenten gezien, pandemie ook, die soms opgesloten zitten. En misschien nog steeds. Dus zeker. We moeten er echt meer alert op zijn. Ja, zeker. Toch kwam vorige week nieuws naar buiten dat het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. En u zegt, dat is een van de redenen dat ze zich zo eenzaam voelen. Dus dat is dan Ik denk en, hè. Dus ik zie het ook gewoon om me heen. Het is gewoon heel fijn om nog in dat huis te kunnen wonen waar al de herinneringen zijn, et cetera. Maar of als er zijn wel dingen. Zit, als je alleen zit, absoluut. Met vervoer, et cetera. Dus, en zeker als je een kleiner sociaal netwerk hebt. Ja. Minder mensen om je heen en fysieke beperkingen krijgt. Dan wordt het steeds moeilijker. En dan is het voor sommigen echt een uitkomst om naar een tehuis te gaan of naar een andere plek. Maar dat,
wordt steeds lastiger. Ja. Wanneer wordt het echt zorgelijk? Nou, als men mentale en fysieke problemen gaat krijgen. Je kan er echt letterlijk ziek van worden. Van alleen zijn en je eenzaam voelen. Dus, en mensen zich minder goed gaan verzorgen. Eigenlijk het gevoel hebben er echt niet meer bij te horen. Waardoor ze zich steeds meer naar binnen trekken. Het is toch zo opmerkelijk dat je aan twee kanten van de samenleving dit probleem hebt. Inderdaad, ja. Onder jongeren en onder ouderen. Ja. Maar dan de overbrugging maken, dat is eigenlijk iets dat denk ik best wel nodig is. Zeker. En goed kan werken. Zeker studenten gaan ook niet altijd lang op vakantie natuurlijk. Deze zomervakantie, die zijn bij uitstek misschien geschikt om even langs Absoluut. Te gaan of ergens aan te kloppen. Ja. Kleinkinderen die bij oma op vakantie gaan, ja. Dat lijkt me een goede oplossing. Heeft u dan nog een oproep voor de jonge mensen? Voor de jonge mensen, naar de ouderen te kijken? Ja, nou, ga eens langs. De ouderen hebben ook mooie verhalen te vertellen en weten veel. En onze oprichter ging wel eens naar een oudere toe om over de problemen te hebben. En gewoon eens te sparren met haar, waar ze ontzettend veel van leerde. Je hebt er zelf ook Je hebt er zelf echt heel veel aan. Ja. Mooi. Zometeen onderwijs.